Zie je wel wat het is? Nou, je moet eigenlijk ook even... Ja. Nou, dit is hem, Thijs. Poppy. Je moet eigenlijk even van deze kant, dan kan je hem beter zien. Lekker, hè? Het is een hoop haar, hè? Maar echt, hè? Alleen bovenop. Ik ben heel blij dat het geen matje is. Een soort maaskantje. Is hij altijd zo stil? Nee. Zo rustig? Nee, 's nachts niet. 'S nachts is het net alsof Artis naast je ligt. Je zit er echt over te overwegen om hem toch wel van op zijn eigen kamer te leggen, want... Het is geen doel. Het is echt een hoop herrie wat eruit komt. Maar hij is wel heel goed gelukt. Hij gedraagt zich alsof hij echt de meest voorbeeldige baby is die er bestaat. Ja, maar hij heeft net gegeten, hè? Dat scheelt. Ah, dat scheelt. Nou, dat eten is wel... Borstvoeding is wel even een dingetje, ja. Dat vreet je echt leeg. Ik kan bijna niet tegenop eten. Ik eet nog meer dan daarvoor. Ja, ik ben wel blij dat het lukt. Bij James lukt het voor geen meter. En bij hem wel. Maar het is ook wel pittig dat je de enige bent die de food supply verzorgt. Ja. Dus ik wil wel dat ik ga wel nu een keer kolven dat Marco dan ook de laatste fles kan geven. Maar ben jij hier nou weer helemaal zo voorbeeldig doorheen gefietst, zo lijkt het? Of is het is er nog iets wat tegen zat? Nou, los van het ene uur dat de ruggenprik nog niet werkte, vond ik het dus eigenlijk best wel... ik wil nu zeggen leuk, maar dat vind ik niet, de bevalling. Ik vond het wel mooi. En ik had altijd een hekel aan mensen die zeiden, oh, ik vond het een prachtige bevalling. Ik vond het heel mooi, omdat het ging goed. Ik had een ruggenprik, ja, dus dat vinden mensen misschien dat zeggen, nou, dat is geen oerkracht, maar... Die weeën vond ik wel echt heel pijnlijk. Het ging allemaal goed. En in vergelijking met James toen, met die keizersnee, dan moet je een paar dagen het ziekenhuis. En nu wandelde ik een paar uur later alweer naar huis. Net zoals Kate. Nou, maar Kate, dat is niet normaal. Die moest gewoon een uur na de bevalling of zo al in de make-up en haar. En dan moest ze daar buiten staan. Nee, ja, het leek wel nog niet gezien. Nee, ik moet eerlijk zeggen, vandaag is de eerste dag dat ik boven en beneden mascara op heb gedaan. Beneden bedoel ik mijn onderste wimpers. Niet. Sorry hoor. Sorry, is anders. Boven en beneden mascara op gedaan. Oh, een grapjes maken. Misschien knort hij dadelijk een keer. Soms net een geitje. Maar ik ga helemaal nergens meer naartoe. Nooit meer. Ik ga niks meer doen. Dat is het einde van je carrière. Alles wat je nu, alles wat je nu op tv ziet is al opgenomen. En ik ga voorlopig nergens heen. Ja, je hebt groot gelijk. Ja, hè? Want ik wil dit gewoon de hele dag. Ik heb ook alleen maar gehuild in het begin van blijdschap en ook van hormonen natuurlijk, maar ja, ik ben echt wel heel gelukkig en opgelucht dat het allemaal zo goed is gegaan. En wat is er nou waar van die hele lange benen die zou hebben? Hij heeft dus helemaal geen lange benen, hij heeft een soort kippenpoten. Dat was je toch gezegd? Ja, hij had heel lang haar, nou dat is wel waar. En ze zeiden ook, ja, op de echo zien we ook hele lange benen, maar dat heeft hij eigenlijk niet. Nou, ik snap wel dat jij nog even gewoon... In de ik doe verder niets modus behalve mijn kind. De Bobby bubble. Oh, zo. Ja. Nou, Bobby, dit is je eerste moment op camera. Oh, hij eet nu een cashmere dekel. Hij moet nog een andere borst. Dus ik denk wel dat je moet stoppen met filmen. Want... Ja, laten we afscheid nemen. Zo gaat dat gaat niet te ver. Ik moet er zelf ook uit.